Welkom bij een nieuwe uitzending van Regio Business TV. We hebben weer een behoorlijk aantal nieuwe onderwerpen. Onder andere het gesprek met de Kamer van Koophandel, dit keer met Otto van Peer over bedrijfsovernames en bedrijfsoverdrachten. Ik wens u veel kijkplezier. In het kader van het product van de maand van de Kamer van Koophandel hebben we het vandaag over overdracht en overname. Otto van Peer, kun je even in kort uitleggen wat het verschil is tussen die twee? Ja, dat wil ik graag doen. Overdracht heeft te maken met het feit dat de ondernemer gaat nadenken over de verkoop van zijn bedrijf, heel concreet. En overname heeft te maken dat men denkt als, of als starter of als gevestigde ondernemer aan de overname van een bestaand bedrijf. Ja, nou is het zo dat we gaan het dadelijk nog even hebben over die overname. Hè? Dan is er een banenbeurs voor. Overdracht, daar hebben jullie een aantal producten voor ontwikkeld. Hè? Ja, in deze actiemaand willen we de nadruk leggen op een paar producten die binnen dat kader aan de orde zijn. Dat is natuurlijk een aantal brochures. Dat zijn eventuele maatwerkgesprekken. Dat is eventueel deelname aan collectieve voorlichtingsbijeenkomsten. En last but not least is de ondernemingsbeurs. Ja. Als we het nou hebben over een schoolvoorbeeld van iemand die zijn bedrijf wil verkopen. Wanneer moet hij daar dan over na gaan denken? Liefst zo vroeg mogelijk. En dat betekent dat wij gaan ervan uit dat de ondernemer een jaar of 5 of 6 van tevoren gaat nadenken over dit probleem. Ja, ja, een probleem. Eigenlijk is het een positief iets. Hè? Maar het is ook een hele emotionele beslissing vaak voor een ondernemer. Hè? Dus zeer zeker emotioneel. Dat merk ik in de gesprekken. Dat is een element wat gewoon altijd meespeelt. Nadat ze er vaak te laat mee aankomen? Ja, het is een heel proces. Voordat ze bij ons binnenstappen, hebben ze al heel wat afgebokst, denk ik, om die stap te nemen. Ja. Nou, ze komen hier binnen. Wat is het eerste wat ze moeten doen? Wij gaan uitleggen wat in het algemeen het stappenplan is. Dus we geven ze wat tips mee, wat zaken waar ze over na moeten gaan denken. En zullen daarbij als boodschap meegeven van, doe dat wel in overleg met en in samenwerking met een deskundige, een accountant, een fusie- en overnamespecialist, et cetera. Ja. Een aantal die zullen iets meer willen, dan hebben jullie dat maatwerkgesprek, hè? Ja, we gaan dan wat dieper op de materie in. We zullen wat zaken bespreken ten aanzien van de waardebepaling. We zullen het hebben over verkoopovereenkomst. Ja, een heleboel zaken die eigenlijk bij dat hele traject aan de orde komen. Ja. Het is geen gratis dienst, maar wel heel goedkoop. Hè? Heel goedkoop, inderdaad. 50 gulden voor een heel uur. Dan zijn er ook nog een aantal bijeenkomsten die jullie organiseren voor ondernemers die zich aan het oriënteren zijn. Hè? Twee bijeenkomsten die eigenlijk specifiek op dit traject van toepassing zijn. Dat is overname binnen het familiebedrijf. Overdracht binnen het familiebedrijf en verkoop van eigen bedrijf. Ja, want er zijn eigenlijk nogal wat bedrijven in Nederland en ondernemers die bezig zijn met dit idee. Hè? Ik heb begrepen dat het er zo'n 75.000 zijn. Klopt, de Rabobank heeft een onderzoek gedaan en geeft aan dat 75.000 bedrijven op dit moment moeten gaan nadenken over de verkoop van hun bedrijf. Dat zijn er nogal wat, hè? Is dat dan de naoorlogse generatie eigenlijk? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En wij merken dat ook heel nadrukkelijk in de bezoeken die wij regelen met de mensen. Vorig jaar is er gewoon een hele stijgende lijn ingekomen. En er zijn allemaal mensen die zich gaan oriënteren. Ja. Nou, ze hebben zich georiënteerd. Ze hebben waarschijnlijk met hun accountant het helemaal goed doorgesproken. Dan hebben jullie toch nog ook een dienst om ze ook eigenlijk op weg te sturen naar het daadwerkelijk verkopen, hè? Ja, heel cruciaal natuurlijk bij dit onderwerp is het vinden van een geschikte overnamekandidaat. Daar hebben wij een prachtig product bij, de ondernemingsbeurs. Recent ook helemaal vernieuwd. Heeft een internettoepassing gekregen. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik, zijn een aantal grote partijen aangehaakt, zoals de Rabobank, MKB Nederland, Diligence, de Nova Accountants. Dus een zeer interessant product. Ja. Hoeveel van die profielen zitten erin van bedrijven die zich zeg maar op de markt gooien? Op dit moment zitten we weer op een stand van 700 profielen. Ja, en jullie hebben als doelstelling geloof ik zo'n 1000, hè? Aan het einde van het jaar moeten er weer 1000 in zitten, klopt. 1000 profielen, er zijn er nogal wat, hè? Hoe ziet nou eigenlijk een dag van meneer Van Peer eruit? Bijvoorbeeld vanmorgen, hè? U heeft geloof ik een bemiddelingsgesprek gehad, hè? Nou, het vak is heel boeiend, ook al is het een vrij nieuw product wat wij als Kamer aanleveren.
merken we dat steeds meer ondernemers de weg naar ons weten te vinden. Vanmorgen inderdaad ook een heel interessant gesprek gehad met een ondernemer die zich kwam oriënteren op de verkoop van zijn winkel. Nou, dan ga je eerst is wat algemene zaken weergeven van waar moet je aan denken, welke stappen moet je ondernemen, hoe zit het met de waardebepaling en dergelijke. Vaak moet je ook de ondernemer weer met de benen op de grond gaan zetten, omdat hij ook binnenkomt met een te grote verwachtingen ten aanzien van de opbrengst van zijn bedrijf. Dus dat is op zich ook een hele klus. Dan op het eind geef je de ondernemer de brochure mee van de ondernemingsbeurs, want uiteindelijk zal het toch beginnen het hele gebeuren met het vinden van een geschikte overnamekandidaat. Dus eerst de ondernemingsbeurs, maar vooraf hebben we het een en ander verteld over de stappen. Ja. En dat is zeer boeiend. En dankbaar werk, denk ik. Een heel plezierig werk inderdaad. Nou, u hoort het weer. Weer een medewerker van de Kamer die u graag van dienst is met een van de producten van de Kamer. Ik zou ook nog een keer willen herhalen, loop eens langs uw Kamer van Koophandel. Meneer Verhoeven, actueel in het nieuws vandaag, samenwerking Kamer van Koophandel met Sintens. Kunt u daar even wat meer over vertellen? Ja, heel in het kort even. Het is een samenwerking tussen twee intermediaire organisaties, zo zou je dat kunnen noemen, de Kamer van Koophandel en Sintens voor Midden- en West-Brabant. En we hebben in het verleden al samen wat deelprojecten gehad, waarbij we de kennis vooral op innovatief terrein van Sintens inhuurden. Maar we hebben nu gedacht om daar toch een wat constanter, langduriger karakter aan te geven. Ja, 4 jaar hebben ze het over, hè? We hebben een protocol gaan we ondertekenen van 4 jaar. Waarin we 1,7 miljoen gulden beschikbaar krijgen. Om in die 4 jaar heel concreet op de MKB-ondernemers toegesneden projecten in te richten. Die ten doel hebben om met name de nieuwe ontwikkelingen, denk aan ICT, om die naar de ondernemers over te brengen. Waardoor we de dynamiek in de economie wat kunnen aanscherpen. Ja, hoe komen ondernemers daarvoor in aanmerking? We zullen daar ondernemers voor selecteren. Wij kennen natuurlijk veel ondernemers. Ondernemers zullen we er ook over op de hoogte stellen. Ze zullen zich ook kunnen aanmelden, maar dat is ongeveer het programma. Misschien is het goed om wat van die voorbeelden is, in een later stadium in het programma te brengen. Ik denk dat er in de komende 4 jaar zeer aansprekende projecten opgestart worden. En ik denk dat het goed is om daar via de media kennis van te geven. Om ondernemers er ook duidelijk bij te betrekken. Het zijn hun gulders en ze mogen ook weten waar we ze naartoe brengen. Vandaag is de vaststelling geweest van het beleidsplan van de Kamer van Koophandel voor het komende jaar. We hebben hier de 3 geledingen staan. Misschien kunt u zich even kort voorstellen en zeggen vanuit welke geleding u komt. Ja, mijn naam is Auke Blauwbroek, ik ben lid van de werknemersgeleding en lid van het FNV. Kunt u even een korte reactie geven op het beleidsplan? Nou, het beleidsplan ziet er in onze ogen goed uit. Het is zeer concreet, vinden wij, en ook zeer concreet toegespitst wat voor ons belangrijk is op het gebied van regiostimulering. En daar waar het met name om gaat om economische structuurversterking in relatie tot werkgelegenheidsbeleid. En wat voor ons daarbij belangrijk is, is dat we ook een link kunnen leggen naar het toekomstig arbeidsmarktbeleid op langere termijn. Waardoor we relaties moeten gaan leggen met het onderwijs. Heel rechtstreeks. En dat is opgenomen in het beleidsplan, dus wij zijn zeer tevreden. Dat was een eerste reactie. Dan gaan we even verder met een andere geleding. Kunt u ook nog even u voorstellen? Ja, ik ben Adolf Wiegman namens de werkgeversfractie van de Kamer van Koophandel, althans het bestuur. We hebben een prachtig beleidsplan vanmiddag gefiateerd. Natuurlijk moet de Kamer van Koophandel heel veel doen aan de uitvoering van de wettelijke taken. Daar staat ook heel veel over in. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat dit plan buitengewoon veel regio-stimuleringsactiviteiten bevat. En dat is een goede zaak, want dat heeft deze provincie denk ik heel erg nodig. Ja. Specifiek voor uw eigen belangenbeweging, zeg maar. Heeft u daar nog wat onderwerpen voor? Nou, het is, laten we zeggen, wij hebben niet een specifiek belang nu in deze beleidsplanning meegenomen, omdat het gewoon ons alle drie raakt. U heeft net iemand gesproken van de werknemers. U spreekt nu met mij over de werkgevers en straks zal u ook nog met iemand namens de MKB-fractie praten. En ik denk dat we met z'n drieën daar allemaal heel erg tevreden mee zijn. Dan gaan we inderdaad even naar die andere geleding. Kunt u zich ook nog even voorstellen? Mijn naam is Mark de Wolf, vertegenwoordiger van de MKB-fractie dus in het bestuur.
Als zodanig ook nog mede verantwoordelijk voor de portemonnee. Dus voorzitter van de financiële commissie binnen de Kamer. Misschien kunt u daar eventjes wat meer over zeggen. Nou, ook wij zijn zowel op financieel oogpunt heel blij met zowel het beleidsplan als de begroting die daaraan gekoppeld zit. Want we hebben als conclusie dat we de ondernemers niet meer kosten in rekening hoeven te brengen. Ondanks datgene wat mijn voorgaande sprekers al gezegd hebben. Meer stimulering en minder en op zijn minst gelijkblijvende kosten. En dan denk ik dat we een heel mooi resultaat geboekt hebben. Voor uw eigen geleding specifiek, heeft u daar nog echte highlights? Nou, een hele specifieke is dat wij binnen het Kamergebied een gedeelte van de regio toch wel een beetje in een dode hoek ligt, vinden wij. Welk gedeelte is dat? Dat is de gemeente Drimmelen en omgeving. En daar is een redelijk budget uitgetrokken om een organisatie die in dat gebied ook heel actief is, het REWIN, om die behoorlijk te ondersteunen. En daar zijn we natuurlijk sowieso blij mee. Meneer Van der Westen, u bent ook lid van het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel, maar u heeft ook nog een andere functie, hè? En dat heeft met de criminaliteit te maken, heb ik begrepen, in de regio. En ik heb begrepen dat daar een eind aan gaat komen, hè? Nou, dat hopen we. U weet, als geen ander zult u weten, dat de criminaliteit binnen de winkelcentra's en ondernemers in het algemeen zeer groot is. En daar willen we toch als Kamer van Koophandel iets aan gaan doen. We hebben daarvoor een anticriminaliteitsproject gestart in samenwerking met de politie district Midden- en West-Brabant. En dat houdt in dat we dus met ondernemers, een cluster ondernemers, als die een probleem hebben, kunnen ze bij de Kamer van Koophandel in de toekomst terecht om hun problemen waar zij op dat moment mee zitten, om die mede op te lossen. Ja, u heeft het over een cluster ondernemers. Individuele ondernemers kunnen ook bij u terecht? Nou, individuele ondernemers kunnen natuurlijk bij ons terecht, maar het is beter om met een aantal ondernemers een bepaald project aan te pakken waar men dus problemen mee heeft, zodat het effect natuurlijk veel groter wordt om het probleem op te lossen in de omgeving. Ja. De aanleiding om hiermee te beginnen was een hele trieste, hè? Ja, een hele trieste aanleiding was de overval op de heer Parmas. We zullen ons dat allemaal nog ons kunnen herinneren. De heer Parmas is toen overleden en toen hebben we toch gezegd van nou, we moeten iets aan die criminaliteit gaan doen. Toen hebben dus de politie en de Kamer van Koophandel en de gemeente samen een project ontwikkeld achter het bureau. En we proberen dat nu uit in de praktijk en we gaan twee pilots draaien, zowel in Rijen als op de Westermarkt hier in Tilburg. En het is heel goed om dus een stedelijk project te hebben en een dorpsproject. En de presentaties daar naartoe, naar die twee ondernemersverenigingen, zijn we onderlaatst geweest en heel positief ontvangen. Ja, dus binnenkort kunnen we u nog eens vragen van hoe het ermee is of het resultaat heeft gehad, hè? Nou, heel graag, want het is ons alles aangelegen om die criminaliteit terug te dringen in zijn algemeenheid. Nou, u hoort het. De eerste indruk is een goede indruk. We zullen er in de komende tijd zeker nog veel meer van horen. U heeft een prima product en een grenzeloze ambitie. U gaat exporteren. Maar waar begin je? En hoe leg je de juiste contacten? Voor u is die vraag misschien nieuw. Voor ons niet. Laugh at you when you boo boo boo, 'cause I love you. You make me out a clown and you cut me down. I still love you.
ruikt nieuwe kansen en boekt een leuke order. Dan slaat de twijfel toe. Met wie bent u in zee gegaan? Voor u is die vraag misschien nieuw. Voor ons niet. In Mutsaars, het is weer zover. Het nadert alweer. De horeca vakbeurs. Wat is daar allemaal te zien en voor wie is het? Nou, we zijn vandaag begonnen met opbouw, zoals u ziet achter mij, met de tenten van de 38e presentatie van de horecavakbeurs Brabant. U bent er al heel lang bij betrokken, hè? Kunt u er iets over vertellen, voor het verleden en de toekomst? Nou, ik ben nu 15 jaar bij de organisatie betrokken. De organisatie heeft 23 jaar in de Tilburgers geweest. Eerst in tenten op het laagterrein, daarna in de stadsporthal in Tilburg. Toen die later bleken te klein te zijn, zijn wij 15 jaar geleden verhuisd naar het net geopende Autotrom. Ook om de regiofunctie breder in neer te kunnen zetten en ook op een grotere schaal die bij deze tijd past. En ondertussen zitten we daar 15 jaar. Ik heb begrepen dat daar ook weer wat veranderingen zijn. In de toekomst is het ergens anders. Het is de bedoeling omdat wij de afgelopen 6 jaar vanwege de schaalvergrotingen met tenten gebouwd hebben. Dat wij volgend jaar, dus de 39e presentatie, zullen wij in de Brabanthallen neer gaan zetten. Om zonder tenten te kunnen werken en daar de 3 grote hallen in gebruik te kunnen nemen. Om daar definitief de beurs te kunnen blijven vestigen voorlopig. Voor wie is de beurs bestemd? De beurs is bestemd voor alles wat in Nederland beweegt, wat te maken heeft met eten en drinken. En dat op een professionele manier aanbiedt aan de consument. Hoeveel deelnemers zijn er aan deze beurs? Aan deze beurs zijn er zo'n 300 bedrijven die deelnemen. En het bezoekersaantal is ieder jaar zo rond de 40.000. Is het ook voor consumenten toegankelijk? De beurs, de mensen die in dit vakgebied bezig zijn, die worden meestal gratis uitgenodigd door de bedrijven die deelnemen en door de organisatie. In verband met vakwedstrijden, et cetera. En uiteraard zal er wel eens een consument tussendoor gaan, maar het is echt geen consumentenbeurs. Wat is er zo te zien? Nou ja, alles wat te maken heeft met eten en drinken, zoals ik al gezegd heb. En dat is bedrijven die voedings... producten voor de klaarmaken, in research ontwikkelen en laten proeven voor mensen die het professioneel verkopen of gebruiken. En daar laat men dus de ontwikkelingen in hun researchkeukens zien en kijken en bespreken die. En of ze daar in de praktijk met de bereidingen beter met kunnen werken, ja of nee. Komt het nou ook voor dat er vanuit een bepaalde bloedgroep vanuit de horeca ook meerdere partijen aanwezig zijn, dus concurrentie? Nou, dat is meestal wel van de meeste, volgens onze statuten mogen wij niet van één product één fabrikant binnenlaten. Of moet zijn dat die alleen is, maar de concurrenten mogen altijd dus met meerdere mensen aanwezig zijn. Dus je kunt ook nog eigenlijk zeg maar heel objectief shoppen? Je kunt heel erg objectief shoppen, ja dat is zeker. Als we kijken naar deze beurs, waardoor onderscheidt deze zich weer ten opzichte van de afgelopen jaren? Nou, het is Brabant, met Brabant horecavakbeurs onderscheidt zich toch heel erg dat men zeer vakbewust bezig is. Wij hebben als een van de enigste beurzen toch altijd nog de topkokwedstrijden als enigste in huis, die dus gekookt wordt door de 10 beste topkoks van Nederland. Wij zijn natuurlijk als provincie toch altijd heel erg Bourgondisch gericht met eten en drinken bezig. Daarnaast is in de Brabantse de industrie voor de snackindustrie en zowel brouwerijen en zo, heel veel van deze industrieën die met eten en drinken te maken hebben, komen eigenlijk uit het Brabantse. En dan nog eventjes de feiten op een rij. Wanneer is het en van hoe laat tot hoe laat en waar is het? De beurs is op het Autotron in Rosmalen. De beurs is maandag 29 oktober, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober en donderdag 1 november. En is iedere dag van 's middags 2 uur, 1400 uur, tot 's avonds 2200 uur.
Meneer Melis, de Kamer van Koophandel heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd over netwerken. Kunt u nog eens even aangeven wat het belang is van netwerken voor ondernemers in Midden-Brabant? Ja, misschien wel een duidelijkheid even wat netwerk is. Netwerk is gewoon dat je dus als ondernemer naast je ondernemer de kernactiviteit van het maken van een goed product tegen een concurrerende prijs ook in een maatschappelijk gebeuren activiteit ontwikkelt en verantwoordelijkheden neemt. En dat wil zeggen dat wanneer je dus als ondernemer bestuurder bent van een Brabantse werkgevers, bestuurder van een bedrijfoverleg, regio Tilburg, dat soort besturen, ontmoet je veel collega's, je ontmoet veel mensen. En in dat netwerk op een gegeven moment kun je dus veel informatie krijgen, je kunt kennisoverdracht doen en je houdt de contacten met ondernemers waardoor je goed op de hoogte blijft. Andere vorm van netwerken is bijvoorbeeld ook het feit dat je als ondernemer zegt van nou, wij willen daar waar veel mensen bij elkaar komen, vaak ook dus aanwezig zijn, of we willen bij sportgebeurtenissen aanwezig zijn, dan praat je weer het netwerk eigenlijk van een soort sponsoring, hè, dat je dus op een gegeven moment morgen bij Willem II zegt van luister, wij hebben daar een VIP-box en door middel van die VIP-box is het zo dat we een aantal relaties regelmatig uitnodigen. Je ontmoet daar heel veel mensen daarboven en in die bijeenkomsten, bij een voetbalwedstrijd, bij een sportbijeenkomst, of het nou tennis, voetbal is of hockey, daar ontmoet je ook mensen. In dat netwerk kun je dus op een makkelijkere manier met elkaar communiceren en ontmoet je ook meer mensen. Nou, wat we in de Kamer op dit moment aan het doen zijn, is vooral de ondernemers erop te wijzen dat primair verantwoordelijkheid is, zeker al om een prima product te maken en tegen een concurrerende prijs, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar om het product te verkopen heb je naast het feit dat je dus mensen op pad stuurt en door de nieuwe methode van e-commerce en e-business dat je daar adequaat op inspeelt, dat altijd nog het persoonlijk contact heel erg belangrijk blijft. En dat je daar moet zitten waar beslissingen over worden. En daar hebben we dus in een aantal bijeenkomsten proberen wat ondernemers te vertellen dat het geen kwestie is van geen tijd hebben, maar het is een kwestie van prioriteit en durven te kiezen. Nou, en ik noem zo bijvoorbeeld even hier in deze buurt het Willem II Stadion onder andere. Dus, ja, want deze beurs is in feite ook een netwerkbeurs. Toch hoorden we net dat het ook een beetje aflopend is, lijkt wel. Hoe zou dat nou komen? Nou, ik denk niet dat het aflopend is. Ik denk dat het ook een kwestie is van prioriteiten. Ik heb in de inleiding van deze beurs mogen schrijven, want de heer Vullings heeft deze beurs geopend. Maar bij de inleiding heb ik nog eens gezegd van het gaat ook over de kwaliteit van de accommodatie. En ik denk op een gegeven moment dat ook wij moeten zorgen dat we gewoon een congres- en vergadercentrum hebben van allure. De zesde stad van het land, dan mag dat niet ontberen. Ik denk dat dat ook aanleiding is, mede tot misschien ook dat de conjunctuur eigenlijk wat minder is, dat mensen wel wat angstiger zijn. Maar ik zeg altijd, je moet altijd investeren in de toekomst. En juist als het wat minder is, moet je juist durven te investeren in die toekomst. Meneer Vullings, Willem II is eigenlijk het netwerk bij uitstek in de regio, hè? Nou, ik vind het fijn dat je dat zegt. Zo voelen wij het nog niet helemaal overigens. Maar het is wel een heel plezierig ontmoetingspunt natuurlijk in het stadion. Het stadion ziet er prachtig uit, daar zijn we het allemaal over eens. Ondernemers die hebben verschillende belangen om bij Willem II zich te manifesteren. Natuurlijk relatiemarketing, je kunt ook een naamsbekendheid doen. En ik zeg ook altijd, je kunt je eigen mensen, want dat is ook steeds belangrijker in de dienstverlening waar we in zitten. Je kunt je eigen mensen ook bij elkaar brengen in het stadion door als ondernemer je personeelsleden tegen gereduceerde prijzen en een seizoenkaart aan te bieden. En dan zien ze wat moois. Hè? Nou is het zo dat het ook heel belangrijk is dat mensen, dat bedrijven op een goede manier met dat soort lidschap omgaan, hè? Ja, dat klopt. En degene die daar financieel voor een sterk gedeelte van afhankelijk zijn, de organisatoren van het netwerk, dus in dit geval Willem II, die moeten zich goed bewust zijn dat die ondernemers op een gegeven moment de formule ook gezien hebben. En dus moet je de formule ofwel veranderen of uitbreiden. En ook wij bij Willem II zijn dus bezig om te denken hoe kunnen we de faciliteiten voor het bedrijfsleven dus als ontmoetingspunt nog voor de ondernemers verbeteren. In feite een kwestie van optimaliseren van zo'n netwerk, hè? Ja. Ik zeg altijd mensen, op de eerste plaats komen ze natuurlijk naar het voetbal van Willem II, want dat ziet er goed uit. Maar daarmee kun je je ook manifesteren, want Willem II is een club die in het Nederlands voetbal goed bekend staat om zijn spel, ook om het gedrag van zijn supporters. En wanneer je daar je naam aan kunt verbinden, dan heb je ook een beetje de uitstraling van de club. Dus dat hebben wij in elk geval aan te bieden, dat mogen we best nog wat meer onder de aandacht brengen. Maar gewoon tijdens de wedstrijd met je gasten in het stadion aanwezig zijn,
dan moest proberen om daar nog iets aan toe te voegen waardoor het extra interessant wordt om ook de klanten die je al vaker uitgenodigd hebt toch weer opnieuw een keer naar Willem II te trekken. Nou is het zo dat ondernemers misschien wel in dat hele spectrum van netwerken door de bomen het bos niet meer zien. Hoe kunt u ze daar nou bij helpen? Nou, ik denk dat de Kamer van Koophandel dus daar zeker bij kan helpen. We hebben met name al deze bijeenkomsten georganiseerd. En het is zo dat wij proberen dus aan ondernemers te vertellen dat, wat ik daar straks zei, investeren is in de toekomst. Het is zo dat de verantwoordelijkheid dragen in het maatschappelijk gebeuren, door ook lid te worden van de ondernemersorganisatie. Wat ik zeg, de Brabantse werkgevers, de bedrijven overleggen regio. Dan heb je in principe een tweeslag. Aan de ene kant als ondernemer draag je een stukje verantwoordelijkheid dat je mee stuurt in die maatschappij. Aan de andere kant kom je door dat je dat doet, ook in aanraking met heel veel mede- collega-ondernemers, met mensen uit andere maatschappelijke geledingen, waardoor je heel veel deskundigheid opdoet. En ik denk dat te veel vaak gezegd wordt door ondernemers, daar hebben wij geen tijd voor je. En dan zeg ik nog steeds, geef daar nou prioriteit aan. Het is de NN-formule. Hè? Want door middel van maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, kom je ook in dat netwerk. En je kunt niet namelijk gaan zeggen, ik ga morgen eens eventjes netwerken, hè? Want dat werkt niet. Aan de andere kant is het aspect wat ervoor wacht door de heer Vullings, als het gaat over de sponsoren van activiteiten of het hebben van een VIP-box, daar speelt ook altijd een beetje kostenbaatanalyse een rol. Hè? De ondernemer zal moeten kijken op een gegeven moment, wat heb ik eraan? En dat is ook logisch dat je dat moet doen, maar dat effect van wat heb ik eraan, dat komt nooit van dat je dat gisteren al weet. Daar moet je in durven investeren. Dan blijft altijd een ondernemingsgeest blijven staan. Nou, en dat zie je dus ook met overheden. Overheden proberen ook in die netwerken te functioneren. Voor de gemeente Tilburg is het een uitstekend idee om een VIP-box te hebben bij Willem II, omdat ze daardoor ook hun collega elders uit het land bij thuiswedstrijden van Willem II kunnen uitnodigen, met hun kunnen communiceren, kunnen zorgen dat ze op een gegeven moment allerlei deskundigheden uitwisselen, laagdrempelig met elkaar contact leggen. Nou, daar zijn dus allerlei methoden voor, dus niet alleen voor ondernemers, het is ook voor maatschappelijke instellingen, ook voor overheden, iedereen dat spel een rol spelen. Nu heeft u net een ander netwerk eigenlijk geopend, de Business Contactdagen hier. Ook een klein beetje minder opkomst. Wat is nu uw boodschap aan ondernemers als ze het hebben over regionale netwerken, om zich daarin te manifesteren? Nou, ik vind, ik woon nog niet zo lang in Tilburg, maar ik ben wel onder indruk hoe Tilburg bezig is om zijn image sterk op te poetsen. Ik hoor ook van Jan Melis over de Kamer van Koophandel hoe hecht de band tussen de verschillende ondernemers is. Tilburg is natuurlijk wel een stad waar je niet direct uitgesproken internationale bedrijven hebt. Dus je bent wel veroordeeld, maar dat zei ik in de positieve zin, om samen te gaan werken om te laten zien dat je als bedrijfsleven echt wat voorstelt. En dat gebeurt in toenemende mate. En wanneer dat bedrijfsleven zich op allerlei mogelijke manieren verenigd, zich gezamenlijk laat zien, gezamenlijk de problematiek bespreekt, dan zullen we zien dat Tilburg misschien, en dan weet ik dat ik het tegen een paar schenen aanschop, niet alleen een moderne industriestad is, maar ook een stad waar alle mogelijke activiteiten, met name ook de dienstverlening, in toenemende mate groeit. En we hebben alle onderwijsinstellingen tot en met de universiteit, die ook nog eens een keer heel met stip, zeg maar ergens bovenaan staat, hebben we hier een huis. Dus we kunnen hier mensen die hier een aantal jaren zitten en die graag in Tilburg verblijven, ook aan die stad binden. En dan zul je zien, zeg maar, dat de economische en dus ook de maatschappelijke groei alleen maar doorgaat.